Beste tikkers, volgers en supporters. Joel hier, ik doe op account F20 Q&A en laat hier jullie vragen weten en ga jullie zien. Ciao. De beste speler, wat ik wel als legend van Duitsland is, wel denk ik Mario Gomez. Was vorig jaar Stuttgart, daar speelde vroeger altijd FIFA mee. Maar ja, de beste, ik kan niet snel 1, 2, 3 opnoemen. En die bij jou op het veld stond? Die bij mij als teamgenoot? Als team, ja. Osama Sidi. Nou, de mooiste is zeker tegen Ajax. Vorig jaar de beker en dan mag je de laatste penalty pakken. En dat is echt het mooiste gevoel wat je kan hebben als keeper. Natuurlijk een hele wedstrijd veel te doen hebben, want dan hou je jezelf natuurlijk warm. En dan ben je gewoon lekker actief bezig. Dus liever wat te doen hebben dan niks te doen hebben, want dan krijg je het koud, hè? Nou, mijn droomclub is natuurlijk Real Madrid, maar als ik in de Premier League met Manchester United, Liverpool, ik heb niet echt een club waar ik echt wil spelen, maar echt de droomclub waar ik wil spelen is wel Real Madrid. De grootste grappen maken, nou, ik denk Hengelman is wel echt altijd echt grappig, vind ik. Hij doet dat heel leuk, maar ik moet zeggen, er zijn meerdere jongens die wel grappig zijn. Dus Oussie is mijn maatje, vind ik ook wel grappig. Het gekst. Zeg ik ook Hengelman. Nee, er zijn ook een paar gekke Spanjaarden. Ja. Iedereen is even een beetje, is hier allemaal. Zijn allemaal een beetje gek. Maar ja, wie het gekst is, zeg ik Hengelman. Nou, wat ik veel bij het voetbal doe, sowieso Fortnite spelen met vrienden. En gewoon lekker relaxed. Ik hou van een hapje eten en tv kijken, Netflixen, gewoon chillen. Natuurlijk kan ik ook. En je beste gerecht? Pasta pesto met kip. Nee, dat is, dat vind ik het lekkerst en het is gezond en lekker koolhydraten. Dus ik maak wel regelmatig een pasta pesto. Ikzelf natuurlijk. Nee, grapje. Ik weet eigenlijk niet. Ik zie nooit echt iemand echt hoog houden en gekke trucjes doen. Maar ik heb meerdere reddingen gehad, maar wat is de mooiste? Ik hoor van veel dat ze zeggen die vrije trap van Ziyech en dat ik in tweede instantie van Huntelaar pakte. Maar dat mogen jullie invullen. Ja, ik heb vroeger altijd gevoetbald en was ik een middenvelder. Dus ik vind nummer 4 inschuiven, de centrale verdediger, vind ik ook wel een positie voor mij als voetballer. Of anders gewoon rechtshalf. Geen ritueel, maar er zijn bepaalde dingen wat je wel probeert altijd hetzelfde te doen elke wedstrijd, zoals de warming-up. En een dag voor de wedstrijd knip ik nooit mijn haar. Er moet altijd een training tussen zitten. En voor de rest gewoon hoe elke wedstrijd is, gewoon dezelfde warming-up en gewoon jezelf zijn. Jawel, zeker. Ik ben 16 november jarig, dus het getal 16 zit echt in mij. En, heel toevallig is, vorig jaar ben ik oom geworden en mijn zus is bevallen van een kleine, ook op mijn verjaardag. En 16 is wel, betekent wel wat voor mij. Zou je nog met nummer 1 willen keepen? Ja, tuurlijk sta ik altijd voor open, maar ik vind 16 gewoon prima. En, ik vind het een mooi rugnummer. Neuer vind ik nog steeds de beste keeper van de wereld, maar er zijn zoveel goede keepers. Ik vind De Gea ook echt een hele goede keeper die bij Manchester United speelt, en Courtois. En kijk je daar ook de beelden van terug? Ja, ik zie wel vaak beelden of ik kijk samenvattingen terug van die wedstrijd die ze hebben gespeeld. Dus, en ik kijk ook naar Onana veel, keeper van Ajax. Nou, ik moet zeggen, ik ga veel met Jeffrey wel. Maar Osama Siri ga ik ook veel, hij slaapt ook bij mij in huis. Als we hier trainen, af en toe gaat hij terug naar Amsterdam omdat hij daar een gezin heeft. Maar met hun twee ga ik wel denk ik het meest om. Voor Jeffrey? Ja. Voor mij? Ja. Heeft hij een vraag? Die heeft ook een vraag erbij gedaan. Oh, serieus? Wat is wie is er beter in Fortnite? Jeffrey of jij? Ik natuurlijk. Ik maak hem kapot. Dat weet hij ook.